Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ja, het is al een heel erg lange tijd geleden sinds dat ik nog verder ging met deze wereld. Maar ik ga weer vandaag eens verder met mijn hardcore wereld. En we hebben nog steeds geen huis, dus ja, dat ga ik nu even maken in deze aflevering. Dus ja, er komt dan zo een timelapse waar ik een huis probeer te bouwen. Dit was even de timelapse. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik moet nog ja, de ramen en zo plaatsen. Maar ik denk dat dit wel even een goed begin is voor ons huisje. Wat ik nu nog even wil gaan doen is gaan mijnen. Want we hebben eieren tekort. En ondertussen kan ik misschien de koeien ook een eten geven. Oh, ze hebben al blijkbaar gegeten. Maar ik ga die boog toch bijhouden. Dat kan misschien nog handig zijn. Ja, hier is de eierenmijn. Hopelijk kan ik wat eieren vinden. Koper neem ik ook wel mee, want misschien kan ik ook ooit wel iets bouwen met koper. En ja, koper, het geeft ook nog eens veel XP als je het in de furnace stopt. Oh, hier zijn we al bij de poorter, dus moet... Oh, we vinden goud, maar we hebben niet nodig. En ja, we kunnen hier dan weer verder naar terug mijnen. Eindelijk nog eens eieren gevonden. Dat is wat ik zocht. Oeh, ik vind hier nog een cave. Ik hoop dat er niet veel monsters hier zijn. En dat hier eieren is. En weg, 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 weg. Oké, ik zag net de creeper. Oké, creeper is uitgeschakeld. Gelukkig kon ik nog op tijd ja, een beetje verdedigen. Dit even blokken. Oké, hier is alles al verlicht. Nu kan ik gewoon de resources meenemen. Nu ik dit opneem is ook net na de finale van het Europese voetbal voor vrouwen. En Engeland had net die finale gewonnen. Het was wel een leuke wedstrijd. Alleen ja, ik heb het dit EK van vrouwenvoetbal heb ik niet echt gevolgd. Ik heb enkel naar de finale gekeken. En ik had ook nog één wedstrijd gevolgd van de Belgen. Net die wedstrijd waardoor ze eruit lagen tegen Zweden. En hier zijn dingen, zijn skeleton die ik misschien kan killen. Alleen ik heb geen zwaard of zo bij me. Ik moet het dan met mijn pickaxe doen en die is ook al bijna kapot. Gelukkig dropt die heel wat bones. Maar ik heb echt het gevoel dat mijn dood in zo'n cave gaat zijn. Terwijl een creeper achter mijn rug zit. Hier zijn niet echt veel resources. Dus vooral steen en goud. En goud hebben we niet echt nodig en daar ben ik al geweest, want daar zie ik een fakkel. Ik hoop trouwens dat het nu weer dag is. Ja, de zon begint net op te komen, dus ik heb een beetje goed getimed.
En hier mag wat eieren in. Ik denk dat ik zo weer verder ga werken aan het huis. De tak moet nog gemaakt worden. Oké, nu zijn we weer een paar dagen verder. Ik heb niet echt meer verder gespeeld sinds die timelapse. Maar ja, weet je nog dat we net zochten naar eieren? We zijn helemaal ondergronds gegaan, terwijl we ook gewoon hier eieren konden vinden. Ah, het was maar één eier en ja, dan is het misschien toch wel goed dat we dan ondergronds zijn gegaan. Ik had dit ontdekt doordat ik dit eigenlijk hier wil opvullen met allemaal dirt. Alles hier inrichten ga ik waarschijnlijk offscreen doen. Daar heb ik nu even geen zin in. Ondertussen gaat de zon weer onder. Hebben we nog steeds geen bed. Even zien hoeveel strengen ik heb. Ah, we hebben nog 2 strengen nodig en dan kan ik een bed maken. Items probeer ik al een beetje vanaf het begin te sorteren. Doe ik normaal eigenlijk nooit, maar nu dacht ik, ja, laat ik het ook een keer proberen om vanaf het begin te sorteren. En waarschijnlijk is het wel, tegen aflevering 10 zit alles mee weer door elkaar met de kisten. Maar ja, zover zijn we nu nog niet. Even zien, is de border al wat stuk groter. Even zien of het, hoe groter het border al is. Even kijken. Want ja, oh, skeletons, het is wel gevaarlijk. Pak mijn schild er al bij. Ja, kijk, hier hebben we dus een schip, dus hier kunnen we misschien nog wat van de kisten vinden. En hopelijk misschien ook zo'n treasure map, alleen denk ik dat die dan niet treasure waarschijnlijk dan buiten de border gaat liggen. Ja, ik weet dat ik ook een music disc kan krijgen, maar ik wil het even gewoon safe spelen. En ja, nu is het niet helemaal safe, dus ik zie net dat ik heel veel levens verlies en ja, ik ben hier gewoon meteen weg. Ik heb hier niks te zoeken. Dat het zo goed uitziet. En ik denk dat ik, ja, ik ga hier de aflevering ook meer stoppen. Want ja, er is niet echt iets dat we nu nog kunnen doen. Het is nu vooral wachten tot ik genoeg koeien heb. En genoeg sugarcane en level 30 ben. Dan kan ik enchanten. En enchanten zal waarschijnlijk iets zijn. Voor de volgende aflevering dus. Bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je terug bij de volgende video. Dus doei doei.